Het scholenconcept van Daikin is één totaaloplossing voor verwarming, koeling, ventilatie en regeling. Voor het comfortabel en van een gezond binnenmilieu voorzien van een school. En bij een school heb je een bepaalde hoeveelheid ventilatie heb je nodig, verwarming en koeling. En met de regeltechniek van Daikin heb je dan één compleet geheel, wat makkelijk regelbaar is en goed en efficiënt werkt. Het binnenklimaat is voor scholen zo belangrijk, omdat als je zorgt voor een goed binnenklimaat, en daarmee bedoel ik een goede luchtverversing, dus schone lucht binnen, en een goede temperatuur, dat mensen zich comfortabel voelen, zowel de leerkracht als de leerlingen, dan presteren ze beter en de ziektes zijn lager. Dit is een plaatselijke dorpsschool in Friesland. Het gebouw is ongeveer een jaar oud. De school die heeft ongeveer zo'n 100, 120 leerlingen. Het gebouw bestaat uit 6 lokalen en leerpleinen. Het is een wat kleinere school. En we zijn hier om te laten zien hoe goed schaalbaar het scholenconcept van Daikin is. Het systeem wat hier is, dat is een Daikin luchtmotorkast wat verse lucht het gebouw inbrengt. Warmtepompen op het dak en binnendelen in de lokalen om te verwarmen en te koelen. En een regeltechniek om alles op elkaar aan te sluiten en zorgen dat het eenvoudig voor de leerkracht te bedienen is. En het schoolbestuur er ook geen omkijken naar heeft. Alles werkt en functioneert automatisch en helemaal goed. Wat het bijzondere aan deze ruimte is, het is een kinderdagverblijf. En daar hebben we gekozen voor vloerverwarming op de vloer, zodat de kinderen daar comfortabel kunnen liggen. De rest van de installatie is hetzelfde als in alle andere lokalen. Dus verwarming en koeling ook via de lucht, aan de wand een CO2-sensor en een bediening om de temperatuur te verstellen. En met dit systeem schakelen we als Daikin op 3 terreinen qua duurzaamheid. Het eerste waar we op schakelen is hergebruik van koude middelen. Loop bij Daikin heet dat. Dus we gebruiken gerecycled koude middel in plaats van nieuw geproduceerd koude middel. Aan de andere kant zorgen we voor systemen met een heel hoog rendement. Dus dat betekent dat het energieverbruik heel erg laag ligt, terwijl je wel een fantastisch binnenklimaat hebt qua ventilatie, verwarming en koeling. En wat ook zo mooi is, is dat het systeem, omdat het zo weinig energie gebruikt, is het peris-proof. Maar ook houdt een school, een bestuur, houdt middelen, houdt geld over om andere dingen te realiseren. Dus vanwege de lage kosten kun je dus ook meer geld uitgeven aan andere duurzame initiatieven. Nou, een schoolbestuur of een stichting wil ergens een nieuwe school gaan bouwen. En vraagt dan een adviseur om hem te helpen om tot het juiste systeem te komen. Een adviseur of de school die komt dan bij ons met de vraag van oké, wij willen graag een comfortabel en gezond binnenklimaat. Hoe ziet dat er volgens jullie als Daikin uit? Dan maken wij daar een plan op basis van de eisen en de wensen van die school. En dat kan een wat kleinere school zijn, zoals waar we nu staan met 6 lokalen. Maar het is ook schaalbaar tot 50 of 100 of veel meer lokalen. Dus we kunnen heel goed aansluiten bij datgene wat die specifieke school nodig heeft. En met dezelfde comfort- en gezondheidsuitgangspunten als voor kleine als voor grote scholen.